En gelijk de outfit van vandaag, want dat vergeet ik elke keer. En we kwamen tot een hele goede afspraak. Ik heb een flinke... Het was echt gezellig de lunch vandaag. En dan zou ik... Ik schaam me gewoon bijna. Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. En we gaan zo naar school toe. Ik nog even mijn ontbijtje eten. En Mila is er al. Ja. Ja. Goedemorgen Mila. Mila kan niet meer praten. Is de tong verloren. Yeah. Mila is de tong verloren. Zie je stiekem te lachen. En gelijk de outfit van vandaag, want dat vergeet ik elke keer. Ik heb deze top aan, Camilla, broek, Levi's, Mohai, what else? Deze laarsjes van de Bronx. Ik vind die voorkant nog steeds zo leuk. Dat zie je zo niet goed. Hey Google. En ik heb zo mijn Calvin Klein tas erbij. En als ze klaar is, kunnen we... Hey Google. De meisjes zijn weer op school. En ik heb nog even met Julie staan praten. En we kwamen tot een hele goede afspraak. Want Noah zit nu bij Sarah op zijn les. Dus we gaan op vrijdagmiddag gaan we ze allebei ophalen. En dan willen ze altijd met een van ons meerijden, omdat ze dan samen kunnen. Dus nu gaan we ze gewoon om de week ophalen. En dan rijdt de ander gewoon gelijk naar het zwembad. Goeie deal. Ik heb een flinke inhaalslag door het huis gedaan. Want ik ben natuurlijk de afgelopen week een beetje lui geweest. Dus ik heb gestofzuigd. De was allemaal gesorteerd en een was aangezet. Wat heb ik nog meer gedaan? De vaatwas moest aan. Daar moesten nog dingen ingeruimd worden. Noem het maar op. Dus dat is allemaal beter. Vaatwassen zal zo klaar zijn. En ik moet ondertussen al de meiden gaan halen voor de lunch. Oh, ik heb net brood eruit gehad. Nee, ik heb nog 5 minuten. Dus wel even vast mijn spullen pakken. Dan kan ik zo gelijk gaan. Zij had de ring vanochtend aan mij gegeven. Kijk trouwens, dit is omdat ze graag op een klimrek gaat. Hij is een beetje vervormd. Maar goed, ik heb hem geprobeerd terug te buigen. Maar ik weet niet hoe zij hem heeft verbogen. Ik krijg hem dus niet zomaar terug. En deze kwam de buurvrouw net brengen. Die had zij vanochtend op. Maar die lag ergens op de grond. Dus zij zag het en ze herkende hem. En ik wil nog iets stellen. Maar ik weet het niet meer. Deze dametjes zijn weer gezellig aan het eten. Oh, heb je gekke bui? Eet smakelijk! Eet smakelijk! Dankjewel. Sarah ook? Jasje, schoenen aan? Tijd om te gaan. We hebben onze schoenen al aan. Oh, schoenen hebben we aan. Jas? Je mag ook een zomerjas aan hoor, nu. Want het is warm genoeg daarvoor. Wel echt een jas. Een zomerjas. Niet een jackie wat helemaal niks voorstelt. Een beetje een tussenjas. Deze? Ja, dat mag wel. Het was echt gezellig de lunch vandaag en het teruglopen. En nu heb ik nog heel even en dan ga ik weer naar school. En dan ga ik Sarah Mila ophalen, maar niet deze Mila, maar ze heeft een andere Mila die gaat spelen. Dat is een meisje bij wie ze vroeg in de klas zit, die zit nu in de klas naast haar. Maar daar gaat ze nog steeds mee om, dus die komt vanmiddag en die blijft ook eten heel gezellig. Even tegenzetten, daar had ik heel erg trek in. Dus ik ga even snel op mijn to-do-list kijken en nog even een paar dingetjes doen. En dan ga ik die meiden gezellig halen, kunnen ze lekker spelen. En dan ga ik de laatste paar dingetjes doen en dan ben ik denk ik weer een beetje bij voor vandaag. We zijn weer thuis. Nee, in ieder geval, ik ben thuis. Mijn zijn nog weer naar buiten. Want die gingen gelijk buiten spelen. Het is ook heerlijk weer. En ze hebben slinger gemaakt op school. Dus die ga ik even ophangen. Speciaal voor morgen. Ik ben gelijk, nadat zij op bed lag... Gaan editen. Yay, trots op mezelf. En de eerste is bijna af. En dan gaat hij renderen. En ik moet ze natuurlijk anderhalf. Dus dat was een halve. En dan zou ik na 2 dagen hierna klaar zijn en weer bij zijn. Dus let op zo. Dan zit hij toch met een roze haartje. Ik denk, zit er nou een borst in mijn scherm. Dus ik ga dit gelijk even zo goed mogelijk doen. En zo snel mogelijk. Want ik ben ook bijna aan het einde van... The Real Housewives of Beverly Hills, het seizoen. Dat is volgens mij de laatste die op Netflix staat.
En dat wil ik heel graag kijken. Ik heb het ooit wel eens gezien, maar dat is echt 10 jaar geleden. Dus echt, het is gewoon alsof ik het opnieuw kijk. En ik vind het weer helemaal leuk. Oh, het is echt erg. Ik schaam me gewoon bijna. Maar ook weer niet. Ik had dus die vlog gedaan. En toen ging ik de Real Housewives of Beverly Hills kijken. En toen kwamen we bij de finale aan. Het zijn drie afleveringen. En ik ben niet meer gestopt met kijken tot nu. En nu ga ik echt naar mijn bed. Dus ik heb er weer geen anderhalf gedaan. Maar wel één. Dus in ieder geval afgemaakt. Dus in ieder geval... Ze blijven online komen. En nu ga ik lekker slapen. Dus ik ga de vlog snel afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen. Doei doei!